Daar komt Woah, Markloff bij Pujol aan de binnenkant. En dan raakt hij bijna al Rowland. Het was daar heel erg close. En het scheelde wel heel erg weinig. En volgens mijn berekeningen gaat denk ik Charles Leclerc zometeen aankomen bij de busstop. Maar dat weet ik niet zeker. Waar kan Markloff het proberen? Hier in de Piefpaf lukt het hem niet. Dan zou de enige realistische kans nog zijn bij de busstopchicanen. Daar zien we Charles Leclerc. Die wint voor de zesde maal. Wint hij gewoon een wedstrijd voor de vijfde maal wint hij een hoofdrace? Het is Charles Leclerc die wint in Spa, francorchamps Prachtig gedaan, heel mooi gedaan, goed resultaat van Prima. Maar nu gaan we kijken naar Rowland. Marklov, Giotto en Fuoco. We zijn aan boord, bouwen voor Roundland erachter, hij rijdt Marklov. En waar gaat Marklov proberen? Kan hij een pak een beetje een verkeerde lijn van? Over in de blanche molbochten. En daar gaat Marklov aan de buitenkant. Kan hij hem inhalen? Nee, dan moet hij misschien een andere lijn pakken. Aan de buitenkant. Ja, aan de buitenkant. Kan hij hem aan de buitenkant pakken? Hij drukt hem eraf. Wow. Maar hij drukt hem eraf. Maar kan hij hem pakken op de lijn? Op de lijn? Oh, en hij heeft hem. Marklof heeft hem. Marklov heeft hem gewoon gepakt. In de laatste paar is Giotto. Eindigt op P4. Fuoco eindigt op P5. En dat is super goed gedaan. En een goed resultaat van Fuoco. Dat had hij ook nodig. En Giotto pakt dus net niet het podium. Nog steeds geen.